sit at home all day. Vandaag herdenken we weer de bevrijding van Beek, dit jaar 71 jaar, bevrijd op 17 september 1944. We maken er rond het museum Eyewitness een mooi klein spektakel van. Er is een barbecue, mensen kunnen wat drinken. Het museum is aan een gereduceerde prijs voor €5 te bezoeken, met allemaal originele voertuigen en attributen die u kunt bezichtigen. En het museum, daar vertellen we het verhaal van de Europese geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog aan de hand van August Segel, de Duitse parachutist, die jullie meenemen naar de bekendste fronten en de belangrijkste fronten van de Europese strijdtoneel gedurende deze vreselijke periode. En dit soort dagen, waarin we hopen dat er veel mensen weer komen om de bevrijding te vieren, moeten we weer heel erg goed ons realiseren dat we de vrijheid waard moeten blijven. En dat de vrijheid die we hebben geen vanzelfsprekendheid is. En daarom zijn dit soort dagen gewoon hele mooie dagen om dit soort evenementen en de vrijheid nogmaals te herdenken.